Voor de Pol waren we deze week in Goorlen, waar het de afgelopen week ging over een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. Een mooi verhaal en een prachtig kunstwerk. Maar I Love Brabant wil natuurlijk alle details weten. Ja, die Karl Heinz die was net zoals heel veel jongens van 16, 17 jaar aan het einde van de oorlog opgeroepen. 6 weken opleiding in Duitsland en toen naar het front gestuurd. En ik kwam hier in Goorlen terecht en werd dus ingekwartierd in een boerderijtje waar een kanon stond, een Duits kanon. Want de geallieerden waren inmiddels al tot Noord-België genaderd en beschoten Tilburg al vanaf die afstand. Eindhoven was al bevrijd. Die Karl Heinz die woonde min of meer in de gezin, was zo goed bevriend ermee dat hij in de gezin dus ook meedraaide. En op een zekere dag zat hij ook daar aan de koffie en hij merkte dat er gaat iets gebeuren van het front. Hij voelde het aan, er werd al wel geschoten. Dus de bemanning van het kanon dat rende naar hun posities toe. Hij moest er ook naartoe. De twee kinderen van die boer waar die was, die zaten daar op het erf te spelen. Ze lopen daar dus langs. Die 4, 5 kameraden van hem die de kanon bemanden liepen allemaal door en hij niet. Hij stopte, pakte die kinderen op, rende ermee naar binnen, duwde ze met vader en moeder in de kelder, rende terug en... patsch, daar werd hij dus vol getroffen door een granaat. Dus de Engelsen hadden precies de positie uitgekiend waar het kanon dus stond. Nou, ik wil eigenlijk dat deze daad in het collectieve geheugen bewaard wordt. Niet alleen via boeken en teksten, maar ook via een beeld. Als voorbeeld ook voor de jeugd, want dat kan dus ook. Hè. Het is een Duitse soldaat, dat roept nog steeds weerstand op. Nu, 65 jaar inderdaad, nog steeds weerstanden. En toch denk ik dat we erover na moeten denken, over de rol. Dat er geen scherpe scheidslijn is tussen goed en kwaad, tussen zwart en wit. Dat er ook goede Duitsers waren. En veel meer, want hij was er maar één. En hij is het voorbeeld en hij staat een klein beetje model, denk ik, voor alle positieve daden van nog meer Duitsers. Want ik heb gemerkt aan reacties uit het land dat er nog meer van deze daden zijn verricht. Toch wel, maar hier in Goorlen hebben we het opgepikt. Ik ben Riet van der Lauw. Ja, ik maak een beeld. Ik heb vaker al beelden gemaakt natuurlijk. Ja, wat moet ik erover vertellen? Dit is een bijzonder beeld eigenlijk. Hè? Heeft een bijzonder verhaal. Door wat deze jonge man heeft gedaan toen hij 18 jaar was. Dat heeft me bijzonder geraakt. Ook omdat ik zelf kleinkinderen heb die ongeveer die leeftijd hebben. En dan denk je over die dingen na, wat hun had kunnen overkomen. Wat de geluk dat ze hebben, dat ze hier in deze tijd leven, eigenlijk. Wat zouden de inwoners van Goorlen er nou zelf eigenlijk van vinden? Hebben we het hier over een held zonder glorie? Of over zomaar een mof? Nou, ik heb er iets van gelezen in de krant. En ik moet zeggen dat ik dat wel een heel aardige gedachte vond toen ik er iets van las. Ik vind het best dat men best mag weten dat er ook Duitsers geweest zijn die hier iets gedaan hebben voor mensen in nood in de oorlog. Nou, dat is natuurlijk een gebeurtenis die deel van de geschiedenis van Goorlen is. En als je daar in het dorp hier en daar elementen van laat zien, onder andere door zo'n standbeeld, ik denk dat dat gewoon een prima idee is. Dat vind ik wel positief. Ook onder de Duitsers waren helden. Dat waren allemaal geen schoffies. Mijn mening daarover. Ik vind het op zich wel prima. Ik denk dat iedereen recht heeft op rehabilitatie. Als er iets gebeurd is, wat goed is gegaan, dan mag het gezegd worden. Als het verkeerd is gegaan, mag het ook gezegd worden. De Duitsers hebben een slechte naam. Voor mij persoonlijk niet. Ik denk dat de Duitsers ook wel in een goed daglicht mogen worden gesteld. Ik denk dat het op zich een heel goed idee is. Ik bedoel, het is al heel lang geleden, maar het blijft toch een heldendaad. En hij is er zelf in gebleven. En ik denk dat het zo zoetjes aan tijd is om het niet te vergeten. Maar in ieder geval te zorgen dat er toch ook erkenning komt voor mensen die daar wel iets goeds hebben gedaan. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat er eigenlijk veel te weinig standbeelden worden opgericht voor mensen die tegen de stroom in hele goede dingen doen voor andere mensen.